jij hier staan. En jij hier. Oh, sorry. Zo. En dan ga ik hier ook nog iets heel cools bouwen. Oh, echt superleuk. En dat het een kasteel gaat worden. Moet hierheen. Hey, Olly. De kids zijn er. Oh, hoi kids. Hoi. Kijk eens wat cools we hebben gemaakt. Dit is gewoon helemaal onze eigen wereld. Dit heb ik allemaal gebouwd. Cool, hè? Ja, en kijk eens. Dit ben ik. Ja, en ik heb een eigen dansstudio gemaakt. Met allemaal kinderen en dames die allemaal leuk aan het dansen zijn. Doe maar. Doe je armpjes maar omhoog. En dan een stapje naar voren, een stapje naar achter. Stapje naar links, stapje naar rechts. En een pirouette. Ja, zo. Goed zo. Zo, en nu ga ik ervoor zorgen dat deze meneer lekker gaat slapen. En ik ga hem een hele leuke droom geven. Hartstikke idee. Olly, dat kan helemaal niet in onze wereld. Jawel hoor. Nee, dat kan helemaal niet in onze wereld. Wie is hier nou de baas? Dat ben ik. Niet, dat ben ik, want ik heb hier de regels bedacht. Ja, nou, ik heb dit allemaal gebouwd, dus ik ben hier de baas. Maar Olly, ik heb veel meer poppetjes. En trouwens, mama is bij ons thuis ook gewoon de baas. Helemaal niet. Thuis is hier papa de baas. Die heeft het hele huis gebouwd, hoor. Nou, en weet je wie de baas is van de hele wereld? Nou? De Heere Jezus. Nee, helemaal niet. Dat is de Heere God. Nou, of misschien wel de Heilige Geest. Hè? Ja, ik weet het ook niet. Nou, één ding weet ik wel. In deze wereld ben ik de baas en de belangrijkste. Nee, dat is helemaal niet waar. Meiden, luister maar gewoon naar mij, hoor. He, we gaan even leuk een dansje doen. Dat is de. Zo, goed zo. Nou, dank je dat je weer terug hebt. De vulkaan! Wist jij dat je met deze drie kleuren nieuwe kleuren kunt maken? Blauw en rood wordt? Paars. Blauw en geel wordt? Groen. Geel en rood wordt? Oranje. Meng je alles, dan krijg je een soortje verf. Mijn lievelingseten. Zelfde gemaakte koekjes natuurlijk. Zo lekker.
Mijn lievelingsdier. Cookie Monster. Mijn hobby's. Ja, bakken en sinds kort dansen. Waar ben ik goed in? Samenwerken. Ik wens jullie allemaal toe dat de Heer Jezus Christus goed voor jullie is. Dat God jullie zijn liefde geeft. En de Heilige Geest een eenheid van jullie maakt. Zo, deze heb ik nu ook klaar met bouwen. Die kan in de kliko. Hey, Olly Sophie. Hey, buurvrouw Letty. Hey, buurvrouw Letty. Oh, wauw. Wat hebben jullie voor moois gemaakt? Leuk, hè? Dit ziet er heel gaaf uit. Dit is onze wereld. Ja. Wil je kijken wat ik voor jullie heb meegenomen? Jullie vrienden. Oh, yes. Oh, dankjewel. Zelfgemaakte cookies. Oh, jammer dat u die niet heeft meegenomen. Ik heb ze wel meegenomen. Oh, yes! Oh, en lekker. Je hobby's zijn bakken en sinds kort dansen. Oh, superleuk! Oh, zullen we een keer samen dansen? Dan mag jij mijn rok wel een keer aan als je dat wil. Oh, dat lijkt me heel leuk. Ja? Dat gaan we doen. Hier bent u goed in, samenwerken. Pff, nou, als ik in een vriendenboekje moet schrijven bij van iemand anders en er staat hier ben ik heel slecht in, dan zet ik neer samenwerken. Ik vind het echt super lastig. Ik ben liever gewoon lekker de baas, helemaal alleen. Ja, en dat vind ik helemaal niet leuk. Want Olly die wil dus alleen maar de baas zijn over onze wereld. En dat is echt. En dat wil hij omdat hij zegt dat hij alles daar gebouwd heeft. Maar ik heb alle poppetjes geregeld. Nou, ja. Bureau Letty, wie is dan de baas van onze wereld? Ik ben de baas van jullie wereld. Huh? Huh? Ja, ik zie allemaal spullen van mij liggen. Hier, deze hebben jullie van mij geleend. En deze komt ook uit mijn huis. Ja, oké, dat klopt wel een beetje. Maar buurvrouw Letty, wie is dan de baas van de echte wereld? Ja, want we zaten te denken. Eerst misschien de Heere God. Daarna dachten we, nee, misschien de Heere Jezus. Maar ja, het kan ook zijn dat de Heilige Geest is. En nu weten we het gewoon helemaal niet. En u bent de grootste en de slimste hier. Dus we dachten, misschien weet u het dan. Ja. Weet je, ik denk dat God, Jezus en de Heilige Geest helemaal niet zo bezig zijn met wie er nou de slimste is of wie de baas is. Ze werken juist heel erg samen. Oh. En ze willen het beste voor de hele wereld, alle drie. Maar wat willen ze dan? Ja, kijk, ze willen gewoon dat alle mensen op aarde weten dat ze een kind van God zijn. Dat God heel veel van ze houdt, of eigenlijk alle drie heel veel van ze houden. En dat je dat dan weer uitdeelt. Bijvoorbeeld in een knuffel. Oh, dankjewel, bureau Letty. En weet je wat ook heel belangrijk is? Ze willen ook dat we goed voor de aarde zorgen. En kijk, ik zie daar bijvoorbeeld dat doosje. Die ligt in het plastic prullenbak, maar die hoort natuurlijk eigenlijk bij het oude papier. Oh ja! Oeps, dat heb ik helemaal niet goed gedaan. Ik zal er voortaan beter op letten. Papier moet bij papierafval. Ja. Olly, kunnen wij niet ook iets bedenken voor onze wereld waarin wij samen moeten werken? Ja, misschien dat in onze wereld iedereen heel blij is en dat er altijd genoeg te eten is. Oh ja, goed idee. Dan ga ik zo meteen frikandelletjes knippen van papier. Oh, dat vind ik een heel goed idee. Ja. Maar als je wil dat iedereen genoeg te eten heeft, ja, dan zul je ook de plantjes water moeten geven. Oh, ja, oh natuurlijk. Maar dan kan ik het wel eventjes laten regenen. Zo. Ja, en dan gaat het weer groeien. En een zonnetje erbij. En iedereen in onze wereld is hartstikke blij. En als je blij bent, wil je natuurlijk dansen. Nou, dan gaan we even de discolampje aanzetten. Oké, okay, nou, dan mag jij als eerste voordansen. Ja, jullie doen het goed met z'n drieën. Zo, dan mag jij voordansen. Oh, wat leuk, Sophie. Allemaal dansen. En weet je wat zo leuk is? Je ziet steeds een andere weer even vooraan. Dan is die eventjes goed te zien. Ik denk dat het eigenlijk net zo is als bij God, Jezus en de Heilige Geest. Steeds komt er eentje net iets meer naar voren en dan kun je die iets beter zien. En zo dansen ze eigenlijk samen en werken ze ook samen. Wow. Ik vind het wel nog steeds een beetje lastig dat er niet één de belangrijkste is. Ja, dat is het ook wel. En we zullen het misschien ook niet helemaal goed begrijpen, maar als we het echt goed zouden snappen, zouden we net zo slim zijn als God.
En dat zijn we niet. Nee. Nee, want mijn Playmobil-poppetje is natuurlijk ook niet zo slim als wat ik ben. Nee, dat nee. klopt. En zo zijn wij dus niet zo slim als God. Maar ik weet wel dat God, Jezus en de Heilige Geest heel graag willen dat wij het goed hebben en dat de wereld gewoon goed gaat en dat ze voor ons willen zorgen. Oh. Weet je, Sophie, in onze wereld wat we nu nodig hebben? Nou? Een pretpark! Oh, ja! Willen jullie naar een pretpark? Ja! Oh, ze willen ook naar een pretpark. Oké, we gaan beginnen, Orly. Met het fundament. Oké. Dan doen we ook de Lego. Welkom bij weer een leuke truc. Vandaag heb ik 3 bekers. En 3 balletjes. Ik leg 1 balletje op de middelste beker. Daar doe ik nu de andere overheen. Let op, ik hoef alleen maar in mijn vingers te knippen en ligt die beneden. Laten we het even opnieuw doen. Ik leg er een balletje op. Bereik de beker met de andere bekers. Doe ik weer alleen maar in mijn vingers te knippen. Leg die weer onderaan. Nou, nog 1 keertje dan. Ik leg het laatste balletje leg ik op de middelste beker. Doe ik weer de bekers overheen. En voor de laatste keer knip ik in mijn vingers. En weer ligt die beneden. Tot de volgende truc. We gaan God aanbidden met zingen en dansen. Doe je met ons mee? Zelf maar horen, want God gaf jou een stem. En juich als nooit tevoren, en zing dit lied voor Hem. Hey, zing je mee, voor onze goede God en Vader. Hey, klap je mee, wij prijzen onze God. Stamp je mee, want Hij is onze maker. Hey, dans je mee, wij prijzen onze God. Hij houdt zoveel van jou, gewoon zoals je bent. Hij houdt zoveel van jou. Jezelf maar horen, God gaf jou een stem. En juich als nooit tevoren, en zing dit lied voor Hem. Hey, zing je mee, voor onze goede God en Vader. Hey, klap je mee, wij prijzen onze God. Stamp je mee, want Hij is onze maker. Hey, dan.
goed gaan in onze wereld, Olly? Oh, zo te horen zijn ze weer ruzie aan het maken. Oh, dat is best wel veel werk, hè? Ja, de Heere God, Jezus en de Heilige Geest die zijn er echt maar druk mee, hoor. Poeh. Ja, maar we mogen ze best wel een beetje helpen, toch? Ja, weet je, het is buiten heel erg zonnig. Ik denk dat ik gewoon even de plantjes water ga geven met water uit de regenton. Dan ga ik ook mee naar buiten, dan ga ik het onkruid eruit halen. Ja. Maar Olly, ik vind het niet leuk als je me nat spuit. Daar heb ik echt geen zin in. Nee hoor, dat zullen we niet doen. Nee, Olly, moet je echt niet doen. Kids, zie je weer volgende week weer. Doei, kids. Doei. Rennen, Sophie. Nee!